In Museum Soest is een tentoonstelling geopend. 3 nieuwe exposities. Nou, welke exposities dat zijn, dat horen we in een bijdrage van René Jansson. Want hij is daar een kijkje gaan nemen. Ja, Maurice Heerdink, gefeliciteerd met de expositie hier in Museum Soest. Ja, dankjewel. Hoe komt iemand uit Voorburg in aanraking met Museum Soest? Per toeval. Hier is een schuldige. Dat is een vriendin die in Soest woont. En wij waren in het museum aan het kijken. En ik kwam in deze ruimte en ik kreeg meteen het gevoel, dit is een mooie plek. Hier wil ik wel hangen. En toen dacht ik, nou ja, na 10 jaar tijd wordt het ook weer eens tijd. Dus toen ben ik gaan praten. En toen bleek dat er iemand uitviel. En toen kwam ik bovenaan de lijst. Dus ik voelde mij zeer vereerd. En zo is het ineens heel snel gegaan. Want ik had al het werk al min of meer staan. Dus ik kon zo inschuiven. Ja. Hoe vind je het geworden? Ik ben zeer content. Het hangt heel erg mooi. En ze hadden net hier de hele inrichting vernieuwd. Met belichting en alles en zo, ophangsystemen. Dus het is optimaal. Ja. Heeft hij veel invloed kunnen uitoefenen in de expositie? Ik heb het zelf gedaan. Oh, dat is 100% dan, hè? Ja, dus vandaar dat hij ook content kan zijn. Dat ik tevreden ben. Dat ligt voor de hand. Ja. De luisteraars, als die zeggen van, wat kunnen we zien? Wat zien ze dan hier? Hoofdzakelijk mensen, heel realistisch geschilderd. Er is een reeks theaterportretten. Een theaterportret betekent mensen uit het theater. In mijn ogen de grootte van het theater. Ja, ik zie Ellen Vogel onder andere bijvoorbeeld. Willem Nijholt, Johnny Kraaikamp, Jenny Arian en Oud Gerdanus junior. Ja. Zijn ouders hadden het Appeltheater. Daar hebben ze nog steeds. Nou ja, het Appeltheater is er nog steeds in Den Haag. Ja. En ik heb ze benaderd of ik ze mocht schilderen. En ze hebben allemaal ja gezegd. Dus ik voelde mij zeer vereerd wederom. Nou, ik kan me dat wel voorstellen, ja. Dat is erg leuk. Komen die schilderijen ook bij de geportretteerde langs de Nee, thuis? Het eerste wat Willem Nijholt riep, dat was van, ik hoef geen portret van mezelf te hebben, hoor. En het was heel komisch, want Willem maakte toen, hij speelde in een kinderfilm. Ja. Hij moest Dracula zijn, zwart geverfd haar. Hij leek daar dus niet echt op. Dus hij moest gaan zoeken naar een foto om het mij te geven naar hoe zijn echte haarkleur eruit zag. En hij kon geen foto vinden. Want hij heeft geen foto's van zichzelf. Dat verwacht je gewoon niet van een acteur. Nee. Dus hij moest in de computer gaan zoeken naar vakantiefoto's. Of er één foto daar zichtbaar was. Waren zelfs geen persfoto's? Heeft hij helemaal niet. Doet hij niet aan. Nee. Dus, ja, dan krijg je dit soort problemen natuurlijk. Ja, oké. Nou, behalve dus mensen die geportretteerd zijn, al of niet beroemd, zie ik ook nog wat andere schilderijen. Ja, zeker een thema is het mannelijk lichaam. Ja. Dat is altijd met een spannende belichting en alle spiertjes en relief die het dan oplevert. Ik vind het altijd zeer fascinerend. Hier hangt een portret van Nederlands danstheater acteur, danser Marne van Opstal. De voorkant van mijn boek in de voorkant, en ik heb een boek uitgebracht 2 jaar geleden met een overzicht van mijn werk. En ik ben trots erop dat het boek de technische kant gedaan is door Marijn van Velzen, die net het Mauritshuis logo had ontworpen. Kijk eens. Hij is een oud student van mij, dus dat was erg leuk om hem te kunnen vragen. Ja. Daarnaast, een tijd lang heb ik ook geïllustreerd. En die zijn hier ook aanwezig. Omdat het een beetje een andere vorm van werk van mij laat zien, de opdracht. Ja. Tevens zijn er 2 werken uit de Maya-serie. Ik ben zeer geïnteresseerd in de Maya-cultuur en me zeer mee bezig gehouden. Er is hier toevallig ook een vriend uit Zwitserland overgekomen. Die ik in de tijd in het Maya-gebied heb ontmoet en die daar gids is geworden. Kijk eens. Dus, alles grijpt zo in elkaar. Ja, precies. Ja. Ja. En het allerlaatste wat ik nu heb gedaan, het is voor het eerst eigenlijk een landschap. Want ik wilde wel eens een keer even iets anders dan mensen schilderen. En dat is Vlietland. En dat is een plek waar ik met de kajak peddel. En die mij zeer aan het hart ligt. En te oordelen naar de reacties vinden mensen het geslaagd. Mag je danken voor je toelichting? Graag gedaan. Ja, en ik kan er nog aan toevoegen dat de exposities allebei tot en met 8 januari te zien zijn. Dus u heeft nog eventjes de tijd.